De Surinaamse politie heeft een officieel bericht naar buiten gebracht met betrekking tot de aanrijding afgelopen zondag, waarbij de 35-jarige fietser Raymond Fort, alias Boiler, om het leven kwam. Aan de hand van de aangetroffen situatie en volgens camerabeelden is volgens de politie gebleken dat zowel de fietser die voorreed als de twee personenauto's over de Henk Aronstraat reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Lievensteinstraat gaande in die van Schimmelpenningstraat. Ter hoogte van Naskip haalde de uit Nigeria afkomstige automobilist Emenka O. de fietser in. Bij die gelegenheid kwam Emenka op de rechter rijstrook en werd daarbij door de andere autobestuurder Ruiz G., die vermoedelijk met een hoge snelheid op de rechter rijstrook reed, van achteren aangereden. Ruiz week vervolgens uit naar links en schepte daarbij de fietser, die vervolgens tegen de schutting van de begraafplaats moet zijn gekomen en vervolgens wederom door de auto van Ruiz op het trottoir moet zijn aangereden, meldt het Korps Politie Suriname. Het rijbewijs van de automobilist Ruiz is hangende het onderzoek ingevorderd. De andere autobestuurder, Emenka, is in het bezit van een Nigeriaanse rijbewijs, maar heeft geen Surinaamse rijtoestemming. Na te zijn voorgeleid is Emenka na overleg met het Openbaar Ministerie heen gezonden, terwijl Ruiz hangende het onderzoek door de politie in verzekering is gesteld. Uit voorzorgsmaatregelen zijn de bestuurders die geen teken van dronkenschap vertoonden, aan een bloedtest onderworpen, waarna zij ter voorgeleiding werden overgebracht naar het politiebureau. De voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd en zijn door de politie in beslag genomen. Een jongeman die door omstanders werd gefilmd en wiens beeld massaal werd gedeeld, is niet de veroorzaker van het verkeersongeval.